12,5 jaar lang selecteerde de Nijmeegse Doro Krol singles die volgens haar goed bij elkaar pasten. Na een hapje, een drankje en een leuke film gebeurde er vaak wat moois. Mensen zijn getrouwd, kinderen zijn geboren, huizen kocht, binnenland, buitenland. Er zijn echt heel veel stellen, relaties, dates, 1 keer, 2 keer, 4 keer. En sommigen zijn nog steeds samen. Hey. Voor Pieter en Martine leek de ware maar niet te komen. Totdat ze 2 jaar geleden naar Filmflirt gingen. Het was heel bizar. Het leek alsof ja, alles klopte eigenlijk. Alsof het voorbestemd was. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Ja. Welke film hebben jullie gezien? Ja, dat is wel grappig, want daar hebben we dus van tevoren nog over nagedacht van hoe heette die film ook alweer? Geen flauw idee. Maar nee, dat dacht ik al, want jullie waren te druk met elkaar. Ook Hans had de moed al een beetje opgegeven. Nee, op je 50ste heb je niet echt het idee dat dat nog misschien ooit zou kunnen gebeuren. En, dus ik heb erg veel geluk gehad. Want na 2 eerdere pogingen werd hij door Doro gekoppeld aan Fabienne, die Filmflirt meer zag zitten dan andere vormen van dating. Ja, toch gezelliger. Het is gewoon een leuke avond. Als je geen relatie zou vinden, heb je in elk geval een leuke avond gehad. Pieter en Martine genieten ondertussen van elkaar en van hun baby Pien. Het is echt magisch. Het is toch een beetje via van Doro gekregen. Ja. Uiteindelijk wel. Ja. Uiteindelijk ja, toch met dank aan Doro. Dus. Wat een cupido, hè? Ja, absoluut. En dat allemaal dankzij een avondje film. Blij. Gaan jullie nog wel eens naar de film? Nou, we zouden heel graag willen. Maar ja, je moet een oppas regelen. En dat is aan het begin nog even een beetje wennen. Maar we willen dat wel heel graag doen. Zo varen de scheepjes voorbij. Ja.